Het is zaterdag 5 juni. En het is weer een... Hoe moet je die zon zien? Tjaka! Ik kan er zelf niet in kijken, maar de camera die mag hem eventjes proberen te pakken. In elk geval, verblijf in Hotel Hansen was zeer succesvol, hè Wilma? Leuk hotel. En we zijn teruggelopen naar Oberbroeg. We lopen nu door de buitenwijken van Oberbroeg. Over die schutting die we hier rechts zien, is exact het modelletje wat ik ooit op een modelbaan heb neergezet. Ik weet niet of je het herkent. Nee? Was geïnspireerd op dit type schutting. In België hadden ze ook heel veel van dat soort schuttingen altijd. We lopen weer langs de Worm. Hebben net de E8 opgepikt. En graag jouw commentaar op dit flatgebouw. Beetje Oost-Duits. Verschrikkelijk lelijk. Zo lelijk. Dat is misschien wel de moeite waard. Om te weten dat Oberbroeg inderdaad een enorm industriecentrum is geweest. Waar vroeger Glanstof, later Enka Glanstof, later zelfs Axo groot geworden is. Hè? Ja, maar dat is allemaal vergaande glorie. En in welke zin vergaande glorie? Nou, omdat de fabrieken bijna al niet meer bestaan. Dat het allemaal verplaatst is naar lage lonenlanden. Dat er nog maar heel erg weinig werknemers over zijn. Allemaal richting Zuidoost-Azië zo'n beetje. Maar goed, er is nieuwe industrie voor in de plaats gekomen. Er zijn ook nieuwe Oost-Europese flats voor in de plaats gekomen. Lijkt Almere wel dit zeg. En zo bestaat de plaats dus gewoon door. Punt. Dit een lief en mooi land. En die Leute zijn zo vriendelijk. Die meeste dan. Hier wordt de E8 wat minder begaanbaar. Allemaal brandnetels. We gaan met de handen omhoog proberen erdoor te komen, Wilma. Jij mag eerst. Ik zie wel of het lukt. Hende hoog. Kietel is al onder je oksels. Ja, waar is die brandnetels eronder gaan kietelen? Is het te doen? Nou, Wilma is erdoor, nou ik nog. Loop maar door hoor. Hou jou in. We lopen namelijk onder de snelweg door nu. Dat is volgens mij de snelweg naar Aken. Die over ons heen raast. Ja, maar de camera verstaat het wel. We lopen onder de snelweg door. De snelweg naar Aken. En de Worm is hier behoorlijk snel stromend, hè? Die maakt tempo. Deze zomerse dagen... Het zinderende veld doet mij denken aan vroeger, aan Palieter van Felix Timmermans of De Witte van Zichem van Ernest Klaas. Al die Vlaamse romanschrijvers die het zinderende zomerse platteland op onnavolgbare wijze wisten te beschrijven, zodat je ook al lezend de hitte over je lijf heen voelde gaan. Nou, vandaag lezen we niet, maar lopen we, maar het geeft wel exact hetzelfde gevoel. We lopen richting Randerad en dit bord kondigt aan dat we de spoorbaan naderen. Dat is de spoorbaan die we ook al in Dremmen bij het hotel hadden liggen. En die vanaf Heinsberg naar het plaatsje Linden loopt, Lindenlauft. En voorlopig alleen gebruikt wordt voor goederentreinen vanaf het industrieterrein van Oberbroeg.
En daar hebben we de eerste fietsers. Die zou jij goedemorgen zeggen, Wilma. Morgen. En in al hun optimisme geloven ze nog steeds dat in 2012 dit roestige spoor weer in gebruik gesteld gaat worden voor personenvervoer. Ja, we lopen midden op straat door het dorpje Horst, op de Von Kesslerstraße. Zo rustig is het hier, hè? Dat je dat kunt doen op zaterdagochtend. De neogotische kerk is open. Jij mag al gaan, hoor. En wij gaan eens kijken of we er echt naar binnen kunnen. Geen winkel, wel een bakkerij. Frisdrank gekocht hebben en Wilma kon het weer niet laten om een heerlijk zoet broodje met zure kersen gevuld tot zich te nemen. Gezeten op het geïmproviseerde terras. Keilenkirche is nog 1,2 kilometer. Wij komen daar vandaan. De Worm ligt achter die bladiertjes. En als ik Wilma voorbij zwier, dan hebben we voor ogen Schloss Trips. Dat is een slot met een langjarige geschiedenis. Volgens mij is dit overigens vrij recent allemaal zo gebouwd. En het is tegenwoordig seniorenheim, oftewel bejaardentehuis. Nou. Het park schijnt vrij toegankelijk te zijn, maar waar je er dan in moet. We lopen nu om het slot heen, richting het park. Eens kijken wat daar... Oh, het hoofdgebouw is fraai. Ja, een plaatje. De nieuwbouw voor de bejaarden is wat minder, maar waarschijnlijk wel comfortabel. Dus wij zwammen in het water. Want zwemmen kun je dat niet noemen. Ons hotel in Geilenkirchen was een onverwachte verrassing. Want behalve nou, op zich niet zo grote, maar wel bruikbare badkamer, zoals elk hotel die heeft, bleken we een compleet appartement voor één nacht te hebben. Met keuken, koelkast, waarin het weer koud gehouden kan worden.
Een riante woonkamer. Met televisie. En nou, zitbank waar je lekker een lichtbank, zeg maar, rustig. En dan ook nog eens even kijken. Een pracht van een slaapkamer. Perfect. En alsof het allemaal nog niet genoeg is, hebben we in dit boven het steakhouse gelegen hotel. In het hartje van de stad overigens. Maar ook nog een keer een eigen balkon. Met bloemen. Blik vanuit het hotel in Geilenkirchen. Ja, de eigen vermaakte maaltijd is gereed. Zit er lekker te smikkelen en te smullen. Wilma neemt een slok. En wat ligt er op haar bord? Eindelijk voor de eerste keer tijdens onze reis een fatsoenlijke braadworst met braadkartoffelen. En een heerlijke gezonde groene salade daarbij.